op verschillende locaties op en rondom het Onafhankelijkheidsplein is gisteren de eerste Nationale Kinderdag gevierd. Het thema was Elk kind is goud waard. Dit evenement is een initiatief van het ministerie van HINC in samenwerking met de voorzitter van de Nationale Assemblée en het districtscommissariaat van Paramaribo Noordoost. De Nationale Kinderdag op het Onafhankelijkheidsplein was voor kinderen van 0 tot 14 jaar van opvanginstellingen en tehuizen die onder het ministerie van SOSAVO resorteren. De jongvolwassenen zijn met een speciaal programma bezig gehouden op het kerkplein. SOSAVO-minister André Misikaba geeft nader uitleg waarom voor het thema Elk kind is goud waard is gekozen. En vanaf dit jaar heeft de regering gemeend om een eigen Surinaams feest te hebben voor onze Surinaamse kinderen. Met als thema Elk kind is goud waard. Het bijzondere van goud is dat goud een edelmetaal is met een hele hoge waarde vanwege het feit dat goud zeldzaam is. Je kan het niet op straat rapen. En dat is het symboliek dat we willen geven aan onze kinderen. Dat ze van onschatbare waarde zijn. En dat betekent dus, als we dat zo omschrijven, dat het de regering menens is om ervoor te zorgen dat er condities geschapen worden. Dat het leefklimaat zodanig in elkaar wordt gezet dat het goed toeven is voor onze kinderen. Onze kinderen moeten vreugdevol hun dag kunnen doorbrengen, vredig en veilig. En dit jaar is er een aanzet gegeven. Er zijn veel suggesties binnengekomen en die nemen we mee voor het komend jaar. Misikaba gaf verder aan dat de uitvoering van de eerste Nationale Kinderdag in handen lag van een interdepartementale commissie, bestaande uit leden van de ministeries van Sport en Jeugdzaken, SOSAVO, MINOC en HINC. De bewindsman vertelt hoeveel kinderen waren uitgenodigd. Voor deze hele festiviteit zijn er ongeveer 3000 kinderen die in de verschillende locaties bezig zijn. Natuurlijk heeft Suriname veel meer kinderen, maar het is zoals gezegd de aanzet. Volgend jaar doen we het grootster en nog beter. Belangrijk is dat elk kind begrijpt dat dit onze eigen identiteit is en onze eigen smaak van kinderdagviering. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij sprak gisteren in verband met de eerste Nationale Kinderdag die gevierd is op en rondom het Onafhankelijkheidsplein. Het evenement is een initiatief van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.